vertrouwelijke dreiging. Zoals u ziet kreeg u net de melding dat dit webinar opgenomen gaat worden. Even kijken hoor. Continue. Ja. Alle webinars tot nu toe zijn opgenomen en ook dit webinar. Dus als u een webinar gemist heeft en terug wil kijken, dan kunt u dat doen op ons YouTube-kanaal. Het eerste webinar ging over VGV in relatie tot de asielprocedure. En het tweede webinar ging over zorg aan besneden vrouwen. En over wat, wat het aanbod is in Nederland. En gedeeltelijk ging het over de inhoud van een medische leidraad. Dus mocht u dat webinar gemist hebben en daar een interesse in hebben, dan kunt u dat terugvinden op ons YouTube-kanaal. Nou, nogmaals, welkom bij dit webinar vandaag. U mag uw microfoon op mute zetten voor zover u dat nog niet heeft gedaan. U bent vrij om uw camera aan of uit te houden. En vragen zijn van harte welkom en die mag u in de chat stellen. Oh, even kijken hoor, gaat niet verder. Ja, mijn naam is Diana Ceracci en ik werk bij VAROS. En VAROS is expertisecentrum gezondheidsverschillen en daarnaast focal point op het gebied van vrouwelijke genitale verminking. Dat betekent dat wij samen met veel andere partijen in het land, maar ook internationaal, ons inzetten voor het voorkomen van meisjesbesnijdenis, het organiseren van goede zorg voor vrouwen die besneden zijn en het verzamelen en het verspreiden van kennis voor iedereen die dat nodig heeft voor hun werk. En een van de activiteiten die we vanuit ons focal point aanbieden zijn deze webinars. En dat doen we samen met experts in het land. En vandaag is dat Annemarie Middelburg. We weten uit onderzoek dat er een sterk preventieve werking uitgaat van de wet. Een aantal jaar geleden hebben we een aantal focusgroepen gedaan voor ons prevalentieonderzoek. Oftewel ons onderzoek naar de omvang en het risico van vrouwelijke genitale verminking in Nederland. En in die focusgroepen hebben we met sleutelpersonen vrouwelijke genitale verminking, maar ook mannen en vrouwen uit gemeenschappen waar VGV voorkomt, die niet per se als sleutelpersoon getraind zijn, gepraat. En gevraagd over, onder andere gepraat over van wat betekent de wet nou eigenlijk? En onder andere uit dat onderzoek weten we hoe belangrijk het is dat we in Nederland een verbod op VGV hebben. Het beïnvloedt de intentie die mensen hebben om hun dochters al dan niet te besnijden. Dus weten dat het verboden is, helpt daarin. Tegelijkertijd zagen we ook in dat onderzoek dat stel dat het niet verboden zou zijn, dat dat waarschijnlijk ook de intentie zou beïnvloeden om dochters wel of niet te besnijden. En uit datzelfde onderzoek kwam dat er ook regelmatig wat onduidelijkheid is over hoe ziet dat er nou precies uit, die wetgeving in Nederland. En zo krijgen we ook vragen regelmatig van professionals hoe het rondom wetgeving, maar ook over hoe komt het eigenlijk dat we in Nederland nog geen rechtszaken hebben gehad en zit dat eigenlijk die preventieve werking van die wet in de weg? Nou, als er iemand is in Nederland die daar wat interessants over te vertellen heeft, dan is dat wel Annemarie Middelburg. Zij is gepromoveerd onder andere op dit thema, in elk geval op VGV. Ze is mensenrechten, jurist en zelfstandig consultant. En ze voert onderzoek uit, onder andere, of opdrachten, onder andere voor de VN, maar ook voor allerlei NGO's. En we zijn heel blij dat zij vandaag bereid is om met ons, om ons mee te nemen in dit verhaal. Annemarie, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Diana. En wat een mooie introductie was dat. Heel erg leuk. Ik ga mijn scherm met jullie delen. En dan ga ik deze. Kunnen jullie mijn presentatie zo goed zien? Ja. Oké, super. Nou, heel erg bedankt in eerste instantie aan VAROS dat ik deze presentatie mag delen over de juridische aspecten van VGV in Nederland. Bedankt ook aan alle deelnemers. Ik zie dat we tenminste al met bijna 60 mensen aanwezig zijn hier vandaag. Terwijl toch de zomervakantie in aantocht is. Terwijl het ook zo is dat we soms best wel een beetje webinar moe zijn. Dus ik ben
ontzettend blij dat jullie hier vandaag aanwezig zijn. We gaan het dus hebben over de wetgeving in Nederland. Maar ik zal ook heel kort even iets vertellen over wetgeving in het buitenland. Omdat ik best wel veel voor corona op reis ben geweest. Met name voor de VN en om onderzoek te doen. Dus ik deel ook heel graag mijn ervaringen in het buitenland met jullie. We beginnen met de wetgeving in Nederland. Het is zo dat de Nederlandse wet best wel ingewikkeld in elkaar zit. En ik ga het proberen zo helder en duidelijk mogelijk aan jullie uit te leggen. Maar mocht je nou in de tussentijd vragen hebben of als iets niet helemaal duidelijk is, zouden jullie dan jullie vraag in de chat willen stellen? Dus als er vragen zijn of als je het even niet helemaal kan volgen, schroom niet. Dit webinar is echt bedoeld om te zorgen dat het voor jullie allemaal duidelijker wordt. Dat jullie snappen wat de Nederlandse wet zegt. Dus vraag al je vragen en ik geef daar met heel veel plezier antwoord op. Zodat we over een uur, dat het voor iedereen duidelijk is hoe de Nederlandse wet werkt. Hoe het zit met volwassen vrouwen of kinderen. Hoe zit het nou als VGV in het buitenland wordt uitgevoerd enzovoort. Nadat ik de wetgeving heb besproken, zal ik ook een aantal casussen bespreken. Een aantal van deze casussen hebben daadwerkelijk plaatsgevonden ook. Afhankelijk van hoeveel tijd we hebben, heb ik er 3 voorbereid die we met elkaar kunnen bespreken. Daarna zal ik dus de wetgeving in het buitenland even kort met jullie bespreken en is er daarna ook nog tijd voor vragen. Nou, eerst wetgeving in Nederland. Eerst nog even een kaartje van Europa. De landen die je hier ziet in het zwart zijn de landen waar een specifieke wet is die vrouwenbesnijdenis verbiedt. Dus je ziet dat Nederland niet zwart gekleurd is. Dus in Nederland is dat niet het geval. In Nederland weten we, VGV is strafbaar gesteld, maar het is niet zo dat er een specifieke wet is die VGV verbiedt. Dat is wel in Oostenrijk, België, Kroatië, in de UK, is een hele uitgebreide Anti-FGM Act vastgesteld, maar in Nederland is dat dus niet het geval. Dus dat wilde ik ook even benadrukken. Het is strafbaar, maar niet volgens een specifieke wet. Nou, hoe is dat dan wel geregeld in Nederland? Nou, in 1993 heeft de Nederlandse overheid het standpunt ingenomen dat alle vormen van VGV verboden zijn. Dus we hebben in Nederland ook de Zero Tolerance Day. Nou, dat verwijst daar eigenlijk ook naar Zero Tolerance. Alle vormen, alle typen VGV zijn in Nederland verboden. Dus de Nederlandse overheid beschouwt elk type VGV als een ernstige mensenrechten schending en ook als een ontoelaatbare inbreuk op de lichamelijke en psychische integriteit van vrouwen en meisjes. Dus er is geen specifieke wet, zoals bijvoorbeeld in de UK en de andere landen op de vorige slide. Maar het valt in Nederland onder het misdrijf mishandeling. Nou, waar vinden we dat misdrijf mishandeling? Nu, dat vinden we in het wetboek van strafrecht vanaf artikel 300. Voordat ik op die artikelen inga, wil ik nog even stilstaan bij het woord kindermishandeling. Want heel vaak zie je zowel in de literatuur als soms op flyers, op websites, zie je dat VGV in Nederland strafbaar is gesteld als kindermishandeling. En dat is eigenlijk juridisch gezien onjuist. Dus kindermishandeling is eigenlijk een term uit het personenrecht en wordt uitgelegd in bijvoorbeeld de jeugdwet. Dus in de jeugdwet zie je de term kindermishandeling heel duidelijk terug. Dan gaat het bijvoorbeeld over het gezag van een kind, maar ook als een kind moet worden opgenomen in een jeugdzorginstelling. Maar in het strafrecht is kindermishandeling niet een speciaal delict. Het is niet zo dat er een speciale strafbaarstelling is voor kindermishandeling. En daarnaast vind ik het ook heel belangrijk dat we juiste woorden gebruiken. Want als je het hebt over VGV is strafbaar gesteld als kindermishandeling, zou je kunnen denken dat volwassen vrouwen, waarbij VGV wordt toegepast, dat dat niet strafbaar zou zijn. En dat is dus ook niet zo. En dat leg ik straks ook nog wel uit. Dus voordat we in de wet duiken, dacht ik, het is heel belangrijk om daar heel even met elkaar bij stil te staan. Dus in het strafrecht is kindermishandeling niet een speciaal delict. Het valt onder het algemene misdrijf mishandeling.
Nou, hoe werkt dat dan precies? Er zijn twee verschillende vormen van mishandeling in ons wetboek van strafrecht. Aan de ene kant heb je eenvoudige mishandeling. Dat vind je in artikel 300 en 301. En je hebt zware mishandeling. Dat vind je in artikel 302 en 303 strafrecht. Nou, wanneer is er nou sprake van eenvoudige mishandeling en wanneer van zware mishandeling? Nou, er zijn eigenlijk twee verschillende omstandigheden die dat verschil bepalen. Aan de ene kant de ernst van het letsel. Dus dat kun je ook wel voorstellen, hè, als we het hebben over lichte of eenvoudige of zware mishandeling. Als je zwaar lichamelijk letsel hebt, dan is het logisch dat dat valt onder zware mishandeling. Maar wat ook belangrijk is, is de opzet op de ernst van het letsel. Dus wist je of had je mogelijkerwijs kunnen weten wat de gevolgen waren van je handelen? En accepteer je die gevolgen ook voordat je dat doet? Dus nou, dat is eigenlijk technisch, juridisch gezien, hoe dat onderscheid tussen eenvoudige en zware mishandeling bepaald wordt. Als we in Nederland nou al tientallen zaken hadden gehad ten aanzien van VGV, dan had ik deze slide niet toe hoeven voegen. Want dan hadden we geweten of VGV wordt aangemerkt als eenvoudige of zware mishandeling. Maar helaas is het zo dat er tot de dag van vandaag geen rechtszaak is geweest waarin iemand is veroordeeld voor het uitvoeren van VGV. Er is één rechtszaak geweest, die ga ik nu behandelen. Maar omdat er dus nog geen veroordeling heeft plaatsgevonden, weten we niet 100% zeker of VGV onder eenvoudige of zware mishandeling zou vallen. Dus of het een delict is onder artikel 300, 301 of 302, 303 strafrecht. Dan even die zaak. Ik noem de zaak even de Marokkaanse vader. Het was een zaak voor het gerechtshof in Amsterdam in 2010. En het is de enige Nederlandse rechtszaak waarin iemand werd beschuldigd van VGV. En dat is wel een trend in heel Europa. Dus behalve in Frankrijk, waar er in de jaren 90 best veel rechtszaken zijn geweest, is het zo dat in alle Europese landen VGV strafbaar is gesteld. Middels een specifieke wet, ofwel net zoals in Nederland, dat het valt onder de algemene strafwet. Maar dat er echt een gebrek is aan het aantal rechtszaken. Nou, wat was nu de situatie in deze zaak van de Marokkaanse vader? Het was een heel jong slachtoffer, een meisje van 5 jaar oud. Begon toen voor het eerst over de verminking te praten. Dus het meisje was 5, de verminking had daarvoor plaatsgevonden. En uiteindelijk bleek dat de linker kleine schaamlip en de voorhuid van de clitoris was verwijderd. Maar uiteindelijk was niet vast te stellen of nou die vader dat had gedaan of iemand anders. En daarom werd de verdachte, de vader, niet veroordeeld voor VGV in deze zaak. Alhoewel het meisje zelf zei dat haar vader haar plasser met een schaar had geknipt. Dus dat zijn de details uit deze zaak. Ik wil daarbij vermelden dat het wel een hele atypische zaak is. De verminking die was asymmetrisch en die werd door een specialist, dus er had ook een gynaecoloog naar gekeken, niet echt aangemerkt of herkend als VGV. En ook, dat weten de meesten van jullie wel, komt VGV niet echt voor in Marokko. Dus was het ook om die reden een atypische zaak. Nou, waarom noem ik hem toch? We hadden het net over het verschil tussen eenvoudige mishandeling en zwaar lichamelijk letsel, zware mishandeling. En of VGV nou een van de twee onder welke die zou vallen. Nou, in deze zaak werd door het Openbaar Ministerie VGV aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel. En dat werd niet in twijfel getrokken door de verdediging. Dus er was geen debat in deze rechtszaak over of het dan zwaar lichamelijk letsel of eenvoudig of minder zwaar lichamelijk letsel zou zijn. En vandaar dat wij er in deze presentatie, maar ik ook als jurist, ervan uitga dat als er in de toekomst rechtszaken zouden zijn, dat zou worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel. En waarom? Nou, als we kijken naar de aard van het letsel, dus de verminking, dat het noodzakelijk medisch ingreep is en het uitzicht op herstel. Dus dat zijn de dingen waarnaar vaak wordt gekeken. Is er nu sprake van zwaar lichamelijk letsel of niet?
En daarom gaan we ervan uit dat in dit geval, in het geval van VGV, opzettelijk zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht. En dat er dus sprake is van zware mishandeling. Nou, als we kijken naar de verklaring tegen meisjesbesnijdenis, wordt dat eigenlijk ook bevestigd. Ik denk dat iedereen wel deze verklaring kent. En als we deze openslaan en de Nederlandse versie, dan zie je ook dat er staat meisjesbesnijdenis is strafbaar omdat het een zware vorm van mishandeling is. Dus ook daarin wordt gezegd zware mishandeling. Dus ik denk dat we er wel vanuit kunnen gaan dat als er in het vervolg in Nederland een zaak zou komen, dat dat inderdaad wordt aangemerkt als zware mishandeling. Nou, we weten dat als je VGV uitvoert op een meisje, op een volwassen vrouw, dat dat strafbaar is. Dat is één. Maar wat nou als je een poging doet? Is dat ook strafbaar? En het antwoord daarop is ja. En dat staat in artikel 45 strafrecht. Dus als je begint met het uitvoeren van een misdrijf met de bedoeling het misdrijf daadwerkelijk te voltooien. Dus je begint met de besnijdenis en je hebt echt de bedoeling om dat te doen. Maar goed, er gebeurt iets waardoor je het toch niet afmaakt. Dan is dat strafbaar. En als we dat toepassen op VGV, dan kun je een meisje bijvoorbeeld tegen haar wil vasthouden op de plek waar ze VGV zal ondergaan, terwijl wordt gewacht dat de besnijdster arriveert. Nou, dat zou een voorbeeld zijn van een poging tot. En dan is dat dus strafbaar. Dus wat we moeten onthouden is dat niet alleen als VGV daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is er sprake van een strafbaar feit. Maar ook als je een poging doet tot VGV, is ook strafbaar in Nederland. Nou, dan het voorbereiden. Dus stel nu dat je een ruimte regelt om VGV te laten uitvoeren, of dat je instrumenten aanschaft om VGV plaats te laten vinden, of dat je contact opneemt en een afspraak maakt met een besnijdster. Zouden dat soort dingen in Nederland strafbaar zijn? En het antwoord is ja. Het voorbereiden van VGV, dus de voorbereidingshandelingen, zijn ook strafbaar. En dat vind je in artikel 46 strafrecht voor de juristen onder ons. En wat is dan strafbaar om te doen? Nou, de handelingen om het uitvoeren van het misdrijf mogelijk te maken. Dus als je daarmee begint, de dingen voorbereidt, ook dat is strafbaar. Dus nogmaals, wat kunnen we leren van deze slide? Niet alleen als VGV daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is er sprake van een strafbaar feit, maar ook de voorbereidingen om VGV uit te voeren doen, dat is ook strafbaar. Dan het medeplegen. Dus stel nu, je bent niet de besnijdster, want ik denk dat we allemaal begrijpen dat als een besnijdster of als een vrouw of een man een meisje besnijdt in Nederland, dat die persoon strafbaar is. Maar wat nu als er, als je een ouder bent van een meisje en je hebt de besnijdster benaderd en de besnijdster betaalt, dan ben je een medepleger en ook in dat geval ben je in Nederland strafbaar. Dus medeplegen, dat artikel is artikel 47 in ons wetboek van strafrecht. En wanneer is iemand nou een medepleger? Als je bewust en nauw hebt samengewerkt om het misdrijf te begaan. En wat daarbij belangrijk is, is dat uit de jurisprudentie, dus uit alle rechtszaken die tot nu toe zijn geweest, dat daaruit blijkt dat een medepleger niet fysiek bij het misdrijf aanwezig hoeft te zijn. Dus het is niet zo dat een medepleger op het plaatsdelict, dus waar een meisje wordt besneden, aanwezig hoeft te zijn om strafbaar te zijn. Dus het gaat er uiteindelijk om hoe betrokken je bent in het opstellen en het uitvoeren van het plan. Dus nou, als je daar dus bij betrokken bent, bijvoorbeeld door een afspraak te maken, bijvoorbeeld om, je kunt verschillende dingen bedenken. Ook al voer je het niet uit, maar medeplegers die zijn dus ook strafbaar in Nederland. Dan hebben we ook medeplichtigheid. En het is altijd erg lastig om aan eerstejaars studenten rechten uit te leggen wat nu het verschil is tussen medeplegen en medeplichtigheid. Ik zal het hier ook proberen zo duidelijk mogelijk te maken. Ik vertelde net dat medeplegers strafbaar zijn. Als je medeplichtig bent, ben je dat ook in Nederland. En dat staat in artikel 48 strafrecht. Je bent medeplichtig als je
opzettelijk behulpzaam bent geweest bij het plegen van een misdrijf, of gelegenheid, middelen of inlichtingen hebt verschaft, maar verder niet nauw betrokken bent bij het plannen van het misdrijf. Dus we zagen net bij medeplegen dat het vooral erom ging, ga ik even één slide terug, hoe betrokken je bent in het opstellen en het uitvoeren van het plan. Maar bij medeplichtigheid gaat het erom hoe behulpzaam je bent geweest bij het uitvoeren van het misdrijf. Dus om dat nou toe te passen op VGV, ben je bijvoorbeeld medeplichtig als je een ruimte beschikbaar stelt om VGV te laten uitvoeren. Een ander voorbeeld uit het veld. Ik heb veel onderzoek gedaan in Burkina Faso. En daar heb ik gesproken met een man in een gevangenis. En die zat gevangen een paar weken. Omdat hij dus een besnijdster achter op zijn brommertje had vervoerd naar de hut waar een meisje besneden werd. En hij is dus ook veroordeeld in Burkina Faso voor medeplichtigheid van VGV. Dus dat is ook een ander voorbeeld waarin je ziet van nou, deze man was niet betrokken bij het plannen van het misdrijf, was daar absoluut niet deel van degene die dat hadden bedacht. Maar goed, hij heeft er wel aan meegedragen, aan bijgedragen en de gelegenheid geboden door die besnijdster van A naar B te brengen. Dus in die zin was deze man dan medeplichtig, wat we in juridische taal noemen. En is dat dus ook niet alleen in Burkina Faso, maar ook in Nederland strafbaar. Ja, dan is er een vraag van Wendy. Goeie vraag. Is er ook sprake van medeplichtigheid als je het telefoonnummer van de besnijdster verstrekt? Dat is een goede vraag, omdat er natuurlijk nog geen rechtszaken in Nederland zijn geweest waarin dit geval zich heeft voorgedaan, is het moeilijk om daar antwoord op te geven. Dan moet je echt specifiek kijken naar de omstandigheden van het geval. Maar het zou zeker kunnen, absoluut, als uiteindelijk dat ertoe heeft geleid dat die besnijdster inderdaad is uitgenodigd en die besnijdster inderdaad een meisje in Nederland heeft besneden. Zou ik het niet raar van opkijken als diegene ook daarvoor veroordeeld zou kunnen worden, mocht dat uit de feiten blijken en dat bewezen kunnen worden. Er is een andere vraag over het buitenland en daar kom ik zo meteen op terug. Dus we zijn nu even aan het focussen op de situatie in Nederland, dus laat ik dat eerst even afmaken en dan zal ik uitleggen hoe het werkt als bijvoorbeeld het slachtoffer of de dader in het buitenland is of uit het buitenland komt. Dan even volwassen vrouwen. Ik had het net al gezegd dat ik eigenlijk de term kindermishandeling niet goed vind. Ten eerste juridisch gezien niet, omdat het niet strafbaar is gesteld als kindermishandeling, maar als mishandeling. Maar ook omdat je dan de suggestie zou kunnen wekken dat VGV alleen strafbaar is op kinderen. En dat is dus niet het geval. Dus ook VGV bij volwassen vrouwen is in Nederland strafbaar. Ook als die vrouw volwassen is en daar zelf toestemming voor geeft, dan nog is dat niet belangrijk voor alle professionals om te weten. VGV is strafbaar ook als het slachtoffer daar zelf toestemming voor geeft en zegt dat zij dat wil. En dat heeft ermee te maken dat de wetgever in Nederland mag beperken wat iemand zichzelf mag aandoen. Dus daarom zijn ook daders en medeplichtigen strafbaar en zouden zij beter moeten weten. Dan inderdaad een uitstapje naar het buitenland. Dus wat we kunnen concluderen uit de slides die ik net heb gepresenteerd, is dat VGV uitgevoerd in Nederland altijd strafbaar is. Door wie dan ook, bij wie dan ook. Dus dat vinden we in artikel 2 strafrecht. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. En dat betekent dus ook mensen zonder verblijfsvergunning. Ja, dus die situatie zou zich natuurlijk in theorie ook in geval van VGV voor kunnen doen. Dus iedereen die zich in Nederland bevindt en schuldig maakt aan een strafbaar feit in onze wet, die is daarvoor verantwoordelijk. Ja, dus ook de nationaliteit of de vaste woon- of verblijfplaats van het slachtoffer is ook niet van belang. Dus het hoeft ook niet per se een Nederlands meisje te zijn met een Nederlandse nationaliteit. Als die persoon of als dat meisje binnen de grenzen van Nederland VGV ondergaat.
Jeannette vraagt, is het ook strafbaar voor vrouwen boven de 18 als de vrouw toestemming geeft? Het antwoord is ja. Dus dat is wat ik net inderdaad vertelde. Hier ook de toestemming van het slachtoffer is niet belangrijk voor de strafbaarheid. Zowel VGV op meisjes als op volwassen vrouwen is in Nederland strafbaar. Dus stel dat een arts dat wel zou doen, hè, een meisje zou besnijden of bijvoorbeeld na een deinfibulatie weer zou infibuleren, bijvoorbeeld na een bevalling, dat mag in Nederland niet. En dat is echt, is de arts dan strafbaar. Ook als de vrouw zegt dat ze dat wil en daar toestemming voor geeft. Nou, dan VGV uitgevoerd in het buitenland. Dat is iets ingewikkelder nog. Dat is bijna altijd strafbaar. Dus als het binnen de Nederlandse landsgrenzen plaatsvindt, is het 100% van de gevallen strafbaar. Als het in het buitenland plaatsvindt, is het dus bijna altijd strafbaar. Er zijn een aantal voorwaarden. Die zal ik nu even kort uitleggen. Dus het slachtoffer moet Nederlander zijn of in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats hebben. En als dus een meisje met de Nederlandse nationaliteit of de Nederlandse vaste woon- of verblijfplaats heeft in het buitenland wordt besneden, moet VGV ook strafbaar zijn in het land van uitvoering als je die daders wil vervolgen in Nederland. En dat heeft te maken met het vereisten van dubbele strafbaarheid. Dus in Nederland is VGV verboden bij wet. In Kenia bijvoorbeeld ook, maar in Somalië niet. En we zullen straks bij de casusbespreking, heb ik een casus gemaakt waarin we dat verder zullen bespreken. Maar als er in een land dus geen wetgeving is dat vrouwenbesnijdenis verbiedt, dan is het heel moeilijk om de daders in Nederland te vervolgen. Dat gaat dus niet. Hetzelfde is het geval in Mali of Sierra Leone. Daar is ook geen wet die vrouwenbesnijdenis verbiedt. En dan wordt er dus niet voldaan aan dat vereiste van dubbele strafbaarheid. Nou, de dader die moet ook Nederlander zijn of later worden of een vaste woon- of verblijfplaats hebben en VGV uitvoeren op een minderjarig slachtoffer. Dus daar is er nog een extra vereiste dat het slachtoffer minderjarig moet zijn. En daar is niet het vereiste van dubbele strafbaarheid. Dus een Nederlandse dader, als er een Nederlander is die VGV in het buitenland uitvoert, dan is dat altijd strafbaar. Dus dan kan diegene altijd vervolgd worden in Nederland. Dus dat is ook heel goed om te weten. Nou, wat zijn de straffen? Dus we weten dat het poging doen, het voorbereiden, medeplegen, medeplichtigheid, dat dat allemaal strafbaar is. We weten ook nu hoe het zit als het in het buitenland plaatsvindt. Maar wat zijn nou de straffen? Nou, voordat ik daarop inga, ik vertelde al, de Nederlandse wet zit best ingewikkeld in elkaar, wil ik met jullie bespreken met voorbedachte raden wat dat is. Want dat is belangrijk als we het hebben over de hoogte van de straf. Want als je iets met voorbedachte raden doet, is het zo in Nederland dat je dan een hogere straf krijgt. Dus ook als je VGV met voorbedachte raden doet, kun je een veel hogere gevangenisstraf krijgen. Nou, wat is met voorbedachte raden nu precies? Nou, het woord zegt het natuurlijk al een beetje. Er moet een moment van kalm beraad zijn geweest over het wel of niet handelen. Dus ga je het wel of niet doen? Daar heb je even over nagedacht. En daarna heb je ervoor gekozen om dat wel te doen. Om een voorbeeld te geven, als ouders bijvoorbeeld VGV willen laten uitvoeren in het buitenland, kunnen de ouders, voordat ze die reis gaan maken, rustig nadenken of ze dat wel of niet gaan doen. Kiezen ze ervoor om dat te doen, dan is er een aanwijzing dat ze met voorbedachte raden hebben gehandeld. Nou, wat betekent dat nou voor de straffen? Als we inderdaad concluderen dat er sprake is van zware mishandeling, en ik denk, wat ik al zei, op basis van die zaak van de Marokkaanse vader, maar ook wat er in de verklaring omtrent verklaring tegen meisjesbesnijdenis staat, valt het onder zware mishandeling. En de hoogste straf voor zware mishandeling is 8 jaar. Dus als je iemand zwaar mishandelt, kun je daar 8 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Maar doe je dat met voorbedachte raden, dan is de gevangenisstraf maximaal 12 jaar. Dus je ziet dat daar echt wel een groot verschil in zit. Nou, er kan ook
Voor de verschillende vormen van mishandeling kunnen dus verschillende gevangenisstraf en geldboetes worden opgelegd. Nou, de geldboete die kan maximaal 87.000 euro zijn. Dus dat is de geldboete in geval van zware mishandeling met voorbedachte raden. En ook de hoogte van de gevangenisstraf, dus ik heb het net over een maximale gevangenisstraf, hoe hoog wordt die nou uiteindelijk, hangt af van de vorm van mishandeling, maar ook de relatie van de dader of de medeplichtige tot het slachtoffer. En wat bedoel ik daarmee? Nou, eigenlijk is het zo dat als de ouders VGV uitvoeren of medeplichtig zijn geweest, dat vindt de Nederlandse wetgever eigenlijk zo erg, dat dan de straf met een derde wordt verhoogd. Dus de gevangenisstraf in artikel 300-303 kunnen met een derde worden verhoogd als het slachtoffer het kind is van de schuldige. Dus als er een besnijdenis is door de ouders, of dat de ouders medeplichtig of medeplegers zijn, dan kan de maximumstraf met een derde worden verhoogd. En als je dat dan uit gaat rekenen, als er sprake is van zware mishandeling met voorbedachte raden van het eigen kind, dan is de maximale gevangenisstraf die je in Nederland kunt krijgen 16 jaar. Dus de gewone maximale straf, als je het niet hebt over ouders, is maximaal 12 jaar in geval van zware mishandeling met voorbedachte raden. En als er ouders in het spel zijn, dan is dat 16 jaar. Dus dat zijn vrij forse straffen. Nou, we hebben het ook gehad over een poging, een medeplichtigheid en een voorbereiding. Is dat ook strafbaar gesteld? Ja, dat is ook strafbaar gesteld, tot die conclusie kwamen we. Maar wat zijn dan de straffen daarvoor? En dan gaat er van die maximale straf een termijn van af. Dus in geval van poging of medeplichtigheid wordt de maximale straf met een derde verminderd. En in geval van voorbereiding wordt de maximale straf met de helft verminderd. En dat is op zich ook wel logisch, hè? Dus als je de VGV hebt uitgevoerd, heb je een bepaalde maximumstraf. Heb je een poging gedaan, is dat nog steeds strafbaar. Je hebt nog steeds iets gedaan wat niet mag, maar het zou niet helemaal fair zijn om dan dezelfde gevangenisstraf te geven. Dus in geval van voorbereiding is dat ongeveer de helft. Tot slot de verjaringstermijn. Dus hoe lang na een misdrijf kun je eigenlijk nog aangifte doen en kan een persoon daarvoor vervolgd worden? Nou, bij minderjarigen gaat die termijn in op de dag dat het slachtoffer 18 wordt. En bij volwassenen gaat die termijn in vanaf de dag van het misdrijf zelf. En hoe lang is die verjaringstermijn nou? Nou, dat hangt dus af van die maximumstraf. Dus ik heb het net verteld, hè, de maximumstraf voor zware mishandeling met voorbedachte raden is 12 jaar. Nou, als er een delict is van 12 jaar of meer, dan is er geen verjaringstermijn. Dus dan kun je altijd daar nog voor vervolgd worden. Als het 8 jaar of meer is, dan is dat 20 jaar. Maar wat voor u heel belangrijk is om te weten, is dat een slachtoffer bijna altijd nog aangifte kan doen van VGV. Ook al heeft dat dus geruime tijd geleden plaatsgevonden. Ik zie een vraag van Ingrid. Ik las laatst in een bericht dat VGV ook strafbaar is gesteld in Puntland van Somalië. Dat klopt. Er is een soort van wet aangenomen daar in Somalië. Maar die is nog niet echt geïmplementeerd en heeft ook nog niet echt de juridische waarde van een wet. Dus je hebt natuurlijk in Somalië verschillende autoriteiten die in verschillende delen van Somalië macht hebben, om het zo maar te zeggen. En het is zo dat er een aantal, nou ja, eerst soft law instrumenten, zoals we die noemen, die niet juridisch bindend zijn, waren aangenomen. Maar je kunt niet stellen op dit moment dat er wetgeving is in Somalië dat vrouwenbesnijdenis verbiedt. Dus vandaar dat ik dat ook zo in mijn voorbeeld noemde. Nou, dan wil ik eigenlijk casussen met jullie bespreken. Want ik kan me voorstellen dat het een hele hoop informatie is. En dat het ook best nog wel, wat ik zei, de Nederlandse wet zit best wel ingewikkeld in elkaar. En vaak is het zo, als we dan voorbeelden met elkaar bespreken, dan gaat het wat meer leven en wordt het allemaal wat duidelijker. Casus 1. Je gaat als sleutelpersoon op huisbezoek bij een gezin. De vader is aan het werk en niet thuis. De moeder is in de keuken thee voor je aan het zetten.
Er zijn twee dochters in de woonkamer en je knoopt een gesprek met hen aan en vraagt hoe het met ze gaat. Ze beginnen te glunderen en vertellen dat er een bijzondere dag aankomt, dat hun moeder heel trots op ze is, cadeaus hebben gekocht en dat er binnenkort een oudere dame, die ze verder helemaal niet kennen, bij hen komt logeren. En dan is aan jullie de vraag, is er op dit moment volgens jullie iemand strafbaar? En ik nodig jullie uit om je ideeën te delen in de chat. Ik vind het altijd leuk als we een beetje interactief maken. Anita zegt ja. En wie zou er dan strafbaar zijn? En wat zou dan, als er iets strafbaar is in deze casus, wat zou dat dan zijn? Ingrid denkt van niet. Chantal denkt bij de ouders. Dank voor jullie antwoord, heel leuk. Nou, laten we eens kijken. Het voorbeeld heeft alles weg van een voorbereiding van VGV. Het lijkt erop dat die moeder dus een afspraak heeft gemaakt met de besnijdster en dat die besnijdster ook daadwerkelijk gaat komen. Dat is wat die twee meiden vertelden. De mogelijke straf die de moeder daarvoor zou lopen is 8 jaar, want het gaat om voorbereiding. En wat ik net zei over de straffen, als je iets voorbereidt, dan is het de helft van de maximaal straf, dus de helft van zware mishandeling met voorbedachte raden op eigen kind. Dus met voorbedachte raden, Anita, dat klopt inderdaad. Nou, daar stond een maximale straf op van 16 jaar. Dus als we dat door de helft doen, dan zou die moeder maximaal een straf van 8 jaar hiervoor kunnen krijgen. En de vader, nou, uit de casus blijkt niet dat de vader ook voorbereidingshandelen heeft getroffen of betrokken is geweest bij het plannen van de besnijdenis. Daarom zou je echt meer informatie en meer feiten moeten hebben. Dat zou anders kunnen zijn als de besnijdenis wel doorgaat. Precies, dus behandel kamer 1. Zou kunnen als er echt een besnijdenis gaat gebeuren. Dat is inderdaad juist. Dan de tweede casus. Een gezin, vader, moeder en twee dochters van 5 en 9 jaar gaan in de zomervakantie op familiebezoek in Engeland. De ouders komen oorspronkelijk uit Somalië. De twee dochters zijn in Nederland geboren. Ze hebben alle 4 de Nederlandse nationaliteit en in Londen worden beide dochters besneden. De ouders zijn via een familielid in Londen in contact gekomen met de besnijdster die daar VGV op hun dochters heeft uitgevoerd. Het gezin reist na 4 weken weer terug naar Nederland. En hier niet de vraag, is er iemand strafbaar, maar wie zijn er strafbaar? Wat denken jullie? We hebben te maken met een vader, een moeder, een besnijdster, een familielid in Londen. Wie zou er volgens jullie strafbaar zijn? En de besnijdenis heeft plaatsgevonden in Engeland, niet in Nederland. Ouders en besnijdster, zegt Anita. Anneke, ouders, familielid, degene die de besnijdenis heeft uitgevoerd. Ook het familielid, iedereen behalve de meisjes, zegt Sarah. Dank voor jullie antwoorden. Heel leuk om dit te zien. Ik denk ouders, familielid en besnijdster, omdat het allemaal betrekking heeft op meisjes met een Nederlandse nationaliteit. Nou, fantastisch. Dit is het antwoord op de tweede casus. Dus laten we eerst eens kijken naar de ouders. Dus de ouders die zijn inderdaad strafbaar, want die hebben opzettelijk met de besnijdster samengewerkt om de besnijdenis te begaan. Dus om het misdrijf te begaan en de meisjes te besnijden. Ze hebben ten eerste het plan opgesteld. Ze waren ook nauw betrokken bij het uitvoeren. En ze zijn dus schuldig als medepleger. De ouders hebben de Nederlandse nationaliteit, zoals in de chat ook werd gezegd. En zijn zij schuldig daarom aan VGV uitvoeren in het buitenland op een minderjarige. En is dus de Nederlandse strafwet van toepassing. En is de maximale straf die de ouders daarvoor kunnen krijgen 16 jaar. Nou, de besnijdster die is ook strafbaar. Die heeft de besnijdenis natuurlijk fysiek uitgevoerd op die twee Nederlandse meisjes. Het is een misdrijf waar meer dan 8 jaar voor staat. En VGV is in Engeland ook strafbaar. Dus dat is dat vereiste van die dubbele strafbaarheid. Dus dat is ook wel belangrijk om even te noemen. En daarom kunnen we ook stellen dat de Nederlandse strafwet van toepassing is. En de maximale straf die de besnijdster hiervoor kan krijgen is daarom 12 jaar. Want het is zware mishandeling
met voorbedachte raden. Nou, en dan nog het familielid, zag ik ook in de chat terugkomen. Het familielid is waarschijnlijk ook strafbaar. Is behulpzaam geweest bij het plegen van het misdrijf door met de besnijdster te bemiddelen. En is dus medeplichtig. De maximumstraf daarvoor voor medeplichtigheid is 12 jaar. Maar omdat het natuurlijk... Of de maximumstraf is 12 jaar op het delict. Maar omdat het dus medepleeg is, wordt dat met een derde verminderd. Dus dit familielid loopt een maximale gevangenisstraf. Heeft het risico op een maximale gevangenisstraf van 8 jaar. Maar de meisjes die hebben dus de Nederlandse nationaliteit. Het is een misdrijf waar meer dan 8 jaar voor staat. Het misdrijf is ook in Engeland strafbaar. Dus dan zou in principe ook de Nederlandse strafwet van toepassing kunnen zijn. Maar, en daarom hou ik even een slag om de arm, het is niet duidelijk of dat artikel, dus artikel 5 strafrecht, ook geldt voor medeplichtigen. Dus het zou kunnen zijn dat dat alleen maar geldt voor daders in dit geval. Dus vandaar dat er iets meer voorzichtigheid is geboden om te zeggen of deze persoon strafbaar is of niet. Deze casus sla ik heel even over. Een vraag is, worden deze mensen dan in Engeland berecht? Nou, eigenlijk gaat deze casus over de vraag of de Nederlandse strafwet van toepassing is. Dus dan zou het erom gaan dat deze mensen in Nederland worden berecht. Dus de vraag is eigenlijk, de juridische vraag, heeft Nederland rechtsmacht? En kunnen deze mensen worden vervolgd? Dus dan gaat het over de vraag of zij in Nederland vervolgd kunnen worden en of de Nederlandse strafwet van toepassing is. Natuurlijk is het zo, omdat het in Engeland heeft plaatsgevonden, dat het ook zou kunnen dat er een rechtszaak in Engeland plaats zou vinden. Maar het is altijd zo dat maar iemand één keer berecht kan worden voor een misdrijf. Dus dan moet er gekozen worden ofwel in Nederland of in Engeland. En omdat in dit geval de twee meisjes de Nederlandse nationaliteit hebben, zou dat het meest voor de hand liggen. Dus dan vraag je om uitlevering van deze mensen. Ja, dat klopt. Dus, en daar moet dan wel aan meegewerkt worden, uiteraard. Ja. Nou, dan wil ik nog heel even ingaan. Jullie toch even nog mee op reis nemen naar het buitenland. Zoals Diana zei, ben ik gepromoveerd op dit onderwerp. Toen ik studeerde, vroeg ik me heel erg af of wetten, internationale verdragen, wel echt invloed hadden in de praktijk. Dus heeft het zin dat in bijna alle Afrikaanse landen VGV strafbaar is gesteld? Hoe werkt dat dan precies? Wat gebeurt er als er juridische normen eigenlijk ingaan tegen culturele normen en waarden? Nou, dat is waar ik 4 jaar lang onderzoek naar heb gedaan. Je ziet hier een aantal foto's. Dus deze foto hier was ik onderweg naar het veld, naar Kolda, een regio meer dan 15 uur van de hoofdstad Dakar, waar ik veel interviews heb gehouden. Hier ben ik een imam aan het interviewen. Het was echt een hele lieve, integere man die zelf op de grond moest blijven zitten en op die manier mij te woord stond. Dit is mijn kantoor op de Nederlandse ambassade in Dakar. Dus daar mocht ik 2 dagen in de week werken. Dat was heel fijn. En hier was ik op pad met UNICEF, waarin ik verschillende public declarations heb bijgewoond. Ja, mijn proefschrift kunt u nog ergens krijgen. Ik zal deze presentatie ook delen en dan een linkje sturen naar in ieder geval een samenvatting. En als u het boek wil bestellen, dat zou ook zeker kunnen. Nou, toen ik mijn proefschrift heb afgerond, werd ik door de VN gevraagd of ik eigenlijk niet mijn onderzoek, wat zich afspeelde in Senegal, wilde uitbreiden naar 12 andere Afrikaanse landen. Dus dat heb ik toen gedaan. En ik heb gekeken naar de wetten die zijn aangenomen in al die landen. En hier zie je een tijdlijn. Dus in Guinea was het zo dat in 1965 mutilation als strafbaar werd gesteld. Natuurlijk niet heel specifiek FGM in het achterhoofd, maar het is wel de wet die vandaag de dag nog steeds geldig is.
Nou, in Burkina Faso in 96, in Senegal 99 en de twee recente landen Nigeria en Gambia hebben in 2015 VGV strafbaar gesteld. Nou, wat voor type wet? Ik had het al verteld dat in Nederland er geen specifieke wet is. We kijken dan echt naar de algemene strafwet. In Afrika is het zo dat in sommige landen, dus hier bijvoorbeeld in Burkina Faso, in Guinea-Bissau, dat inderdaad hetzelfde is. Maar in andere landen, bijvoorbeeld in Gambia, hebben ze een Women's Act aangenomen. In Mauritanië valt het onder de kinderwet en in Nigeria is er een geweld tegen vrouwenwet aangenomen. Dus landen gaan daar allemaal op een andere manier mee om. Hier zie je de maximale straffen in West-Afrika, dus een stuk lager dan in Europa of in Nederland. Hier 3 jaar gevangenisstraf, 4 jaar, 5 jaar en in Guinea-Bissau 6 jaar gevangenisstraf wat je kunt krijgen voor VGV. Een Women's Act is eigenlijk een vrouwenrechtenwet. Dus een wet die eigenlijk verschillende vormen van geweld tegen vrouwen includeert. Dus er zijn dan artikelen over kindhuwelijken, over huiselijk geweld en vrouwenbestrijding valt daar dan ook onder. Nou, dit zijn het aantal rechtszaken. Dus ik vertelde al dat in Europa heel weinig rechtszaken zijn geweest. Nou, in Afrika is dat ook het geval. Dus in Mauritanië geen, Nigeria niet. En hier zie je in Senegal, in mijn proefschriftperiode bleek dat het er 8 waren. In Guinea iets meer en Guinea-Bissau. En dan heb je deze enorme punt in Burkina Faso. En dat heeft ervoor gezorgd dat de VN contact met me opnam en zei, wil je daar alsjeblieft naartoe gaan en eens uitzoeken hoe het nou kan dat daar honderden rechtszaken zijn en dat daar, nou ja, zoveel mensen dus gevangen zitten voor besnijdenis. Dus nou, dat heb ik gedaan. En hier zie je mij bij het ministerie van Justitie. Ik heb verschillende interviews gehouden in gevangenissen, met rechters, met advocaten. Nou ja, ben tot de conclusie gekomen dat de strafwet in Burkina Faso dus heel effectief is en heel goed werkt. Dit rapport is daar uitgekomen, dus alle West-Afrikaanse landen waar ik onderzoek naar heb gedaan, die zitten in dit rapport en ook de case study in Burkina Faso. Ik zal de link ook delen, dus degene die dat interessant vinden, die kunnen dat verder lezen. De interviews heb ik afgenomen in het Frans. Dus dat is een vraag van Aniek. Het rapport is zowel in het Engels als in het Frans beschikbaar. De interviews deed ik in het Frans, soms met de hulp van een tolk, als dat nodig was. Bijvoorbeeld in Burkina in Senegal heb ik ook veel mensen gesproken die alleen maar Wolof spreken. En dan maak ik ook gebruik van een tolk. Nou, dat is mijn laatste slide voordat we naar de Q&A gaan. Dit is een artikel geschreven door Rob Freek, een journalist van de Volkskrant, naar aanleiding van het onderzoek wat ik toen voor de VN heb gedaan over wetgeving. En je ziet de titel, Straf voor besnijden van meisjes helpt. Het werd gepubliceerd in april 2018. En iets waar ik zelf heel erg mee in mijn maag zat, ook al ben ik jurist, ik vroeg me toch nog steeds af, is het nou echt in het belang van het kind om ouders gevangen te zetten? Of in ieder geval, nou ja, als je zo ingaat tegen een norm die leeft, waarvan mensen denken dat het het juiste is, is wetgeving, is strafbaar stellen dan het juiste? Dus dat was ook iets wat in mijn interviews vaak naar voren kwam, die vraag. En dit is een stukje uit dat krantenartikel in de Volkskrant. En dat gaat als volgt. Toch zitten in Burkina Faso wel degelijk ouders van besneden meisjes in de cel. Wordt dan niet, vroeg Middelburg, het kind 2 maal slachtoffer? Een rechter antwoordde, zou je daar ook een punt van maken als de vader iemand had verkracht of vermoord? En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Want dat is natuurlijk uiteindelijk een hele terechte vraag. Ik weet nog heel goed dat ik tegenover die rechter zat en dat hij tegen mij zei, for me, FGM is a crime. Het is, vrouwenbesnijdenis, VGV, is een misdrijf. Dus natuurlijk is het zo dat je daarvoor een straf moet uitzitten. En uiteraard verschillen daar de meningen over, maar
ik wil dat toch ook hier delen en met jullie meegeven. Als we het hebben over het juridisch kader, over strafbaarheid van VGV in Nederland. En inderdaad ook het gebrek aan rechtszaken wat we in Nederland hebben. Dat Dankjewel. Wat ik wilde vertellen. En ik zie dat er een aantal vragen heb ik kunnen beantwoorden in de chat. Sommige niet. Dus Diana. Ja. Ja, dankjewel Annemarie. En ik heb je dat vaak horen zeggen, maar ik krijg weer opnieuw kippenvel als je dat vertelt over wat die rechter tegen je zei. Ja. Ik heb geprobeerd de vragen bij te houden die volgens mij nog niet behandeld zijn. Ja. Eén daarvan gaat over als je weet dat van Sandra, als je een vermoeden hebt van een aankomende besnijdenis en je neemt geen actie hierin. En ik neem aan dat je dat stelt vanuit perspectief van professional. Kan je dan medeplichtig worden gesteld? Is het meldingsplichtig? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik had nog een aantal extra slides toegevoegd aan mijn presentatie voor het geval er meer vragen inderdaad zouden komen over wat moet je nou doen als je een VGV tegenkomt. Ten eerste is er een risicotaxatie. Ik denk dat veel mensen daar wel mee bekend zijn. Maar wat moet je nou doen op het moment dat je het vermoeden hebt dat er een reëel risico is? Dan moet je melden of advies vragen of melden bij Veilig Thuis. Dus hier op de slide zie je ook de chat en het telefoonnummer. Dat kan anoniem als je dat wil, maar dat geeft ook meteen antwoord op je vraag. Het hoeft niet. Oh, Annemarie, het geluid blijkt een beetje weg te vallen. Kan jij dichter bij een microfoon? Oh ja, ik zal even met mijn hoofd wat dichter bij mijn laptop zitten. Is het zo beter? Ja, volgens mij wel. Oké. Nee, dus ik vertelde dat je bij een risico, of als je denkt dat er een risico is, dat je moet melden bij Veilig Thuis. Ik heb op de slide hier de chat en het telefoonnummer. Dat kan ook anoniem. En het is zo dat er geen plicht is in Nederland, als je puur technisch juridisch kijkt, om dat te doen. Je bespreekt namelijk met Veilig Thuis hoe hoog die risicotaxatie is. En dan bij een aannemelijk risico neemt Veilig Thuis de melding in ontvangst. Start dan een onderzoek of geleid de zaak door naar de Raad van de Kinderbescherming. En Veilig Thuis kan dan ook zelf een onderzoek starten. Wat wel goed is om te weten, dit is wat dat onderzoek van Veilig Thuis inhoudt. En hier staat ook dat uiteindelijk... even kijken hoor. Volgens mij heb ik dat hier gezet. Nou ja, wat belangrijk is om te weten is dat Veilig Thuis uiteindelijk niet één verplichting heeft. Ja, hier staat dat. Indien nodig kan Veilig Thuis de zaak melden bij de Raad voor de Kinderbescherming. En kan besluiten de melding of aangifte te doen bij de politie. Dus dat is hoe dat op dit moment in Nederland in de protocollen allemaal is geregeld. Dus het is zeker niet zo, zoals bijvoorbeeld wel volgens de wet in Engeland is, dat professionals een verplichting hebben om VGV aan te geven bij de politie, is dat in Nederland niet het geval. En sterker nog, is het zo dat Veilig Thuis niet eens of kan besluiten om een zaak niet te melden bij de politie. Dankjewel. Annemarie, een andere vraag. Zijn er verhalen bekend dat er besnijdenis plaatsvindt onder het mom van medisch noodzakelijk? Dan krijg je natuurlijk weer een heel ander debat. Wanneer bijvoorbeeld een schaamlipcorrectie valt onder de definitie van VGV. En of je inderdaad artsen in Nederland bereid zou kunnen vinden om bijvoorbeeld... de clitoral hood, dus de voorhuid van de clitoris te verwijderen, omdat dat een cosmetische ingreep zou zijn. Zover ik weet gebeurt dat in Nederland niet, ook omdat artsen wel huiverig zijn om vervolgd te worden. Zoals je hebt gezien zijn de straffen niet mis, dus in Nederland zijn er echt hoge gevangenisstraffen en zijn artsen wel terughoudend om cosmetische operaties of een besnijdenis uit te voeren op het moment dat een vrouw
hier om vraagt. Maar het is ingewikkeld en ook echt wel een grijs gebied, wat wel en wat niet. Mm-hmm. Dus ja, dat is een hele goede vraag. Jongensbesnijdenis zie ik nu in de chat. Dat is in Nederland wel niet verboden. Dus het is wel toegestaan. Het wordt ook ontraden door de KNMG. Dus de KNMG heeft een standpunt ingenomen tegen jongensbesnijdenis. Op dit moment is het zo, in de jaren 90 was het zo dat het zelfs nog door het ziekenfondspakket werd gedekt. Dus het viel onder de verzekering. Dat is nu niet meer zo. Ook in de meeste reguliere ziekenhuizen wordt jongensbesnijdenis niet meer gedaan. Maar zijn er natuurlijk heel veel privéklinieken waar dit wel op grote schaal nog plaatsvindt. Dus dat is in Nederland niet verboden. Vindt meestal plaats in een privékliniek. Ja. Nog een vraag rondom verjaringstermijn. Je vertelde, een slachtoffer kan bijna altijd nog aangifte doen. Maar gezien de verjaring heeft dat dus niet altijd vervolging tot gevolg. Klopt dat? Nou, niet helemaal. Ik zal even teruggaan naar de slide. Even kijken. Die verjaringstermijn heeft ermee te maken dat je dan nog kan vervolgen. Dus als die verjaringstermijn is verstreken, dan kun je ook niet meer vervolgen. Dus dat heeft met elkaar te maken. En zoals ik heb verteld, zijn die termijnen eigenlijk best heel lang. Dus besnijdenis vindt natuurlijk vaak plaats bij een minderjarige. We zijn er bijna. Ja, ik ben er al. Nou, hier, dus bij minderjarigen, vanaf de dag dat het slachtoffer 18 wordt. Nou, laten we ervan uitgaan dat een meisje besneden wordt die minderjarig is. En dat er sprake is van die maximum straf. Dus sprake is van zware mishandeling met voorbedachte raden. Nou ja, dan is er geen verjaringstermijn. Dus in dat geval is het zo dat ook al is er nu een volwassen vrouw, is zij als meisje besneden dan nog... zou je daar aangifte tegen kunnen doen en kan die persoon vervolgd worden. Dus deze slide laat heel goed zien wat die verjaringstermijnen zijn en hoe lang die zijn. Dus vandaar dat ik ook concludeerde hier in het dikgedrukte, het slachtoffer kan bijna altijd nog aangifte doen. En daarmee bedoel ik ook dat dan de dader nog vervolgd kan worden. Ja. Dankjewel. We zijn bijna toegekomen aan de laatste vraag. En je hebt hem al aangestipt, maar misschien voor alle duidelijkheid leg ik hem je nog één keertje voor. Is het ook strafbaar als ouders plannen maken om naar het buitenland te gaan om hun dochter te laten besnijden? Ja, dat is een goede vraag. En dan ga ik weer even terug naar die poging. Hè, want daar hebben we het dan eigenlijk over. Voorbereiden en een poging doen. Dus dit is eigenlijk de juridische term, dus die vinden we in artikel 45 strafrecht. Wat is strafbaar? Beginnen met het uitvoeren van het misdrijf, met de bedoeling het misdrijf daadwerkelijk te voltooien. Dus natuurlijk is het nog wat extra ingewikkeld als dat dan niet in Nederland is, maar in het buitenland. En kun je een poging doen tot iets, is dan de vraag van een misdrijf die niet in Nederland zou plaatsvinden. Dat wordt wel een beetje ingewikkeld. Maar als uiteindelijk, en dat is ook wat er net in de chat gezegd werd, als uiteindelijk die besnijdenis plaatsvindt, dan maakt het eigenlijk niet zozeer uit waar die ouders wat hebben gedaan, maar of ze hebben bijgedragen en de bedoeling hadden om dat misdrijf, dus die besnijdenis, plaats te laten vinden. En dan is dat zeker strafbaar, dan ben je wel medepleger. Ja. Super, Annemarie. Even kijken hoor, ik zie nu net nog een laatste vraag. Ja, we zitten eigenlijk aan het eind van de tijd. Ja, ja. Ik kan niet daar snel nog antwoorden. Ja. Die vraag, ben ik als professional verplicht om bij vermoeden van toebrengen lichamelijk werk tot melding te maken? En zoals ik net vertelde, u wordt geadviseerd om, ik zou zeker altijd melding doen bij Veilig Thuis. Dus dat was ook de procedure die ik net noemde. Veilig Thuis kan dan een onderzoek instellen en uiteindelijk de Raad van de Kinderbescherming erbij betrekken en al dan niet aangifte doen. Je bent het niet verplicht, maar zoals Diana zei helemaal aan het begin, blijkt uit onderzoek in Nederland dat er dus handelingsverlegenheid is, of dat in ieder geval
professionals het heel moeilijk vinden om het bespreekbaar te maken, maar ook om aangifte te doen, om te melden. En dat dat ook wel uiteindelijk een van de oorzaken is waarom er in Nederland niet zoveel rechtszaken zijn. Dus ik zou zeker op het hart drukken om wel te melden, om wel aangifte te doen. En samen met, te melden en samen met Veilig Thuis in ieder geval een juridische procedure te starten. Omdat dat uiteindelijk ook zorgt voor een afschrikwekkend effect en uiteindelijk ook bepaalde gevolgen heeft. We in Nederland uiteindelijk toch dat doen. Dankjewel Annemarie. Ik denk dat we met z'n allen weer heel veel hebben geleerd. Voor mij ook weer goed om het verhaal weer helemaal helder te horen. U heeft een link in de chat ontvangen voor een evaluatieformulier. We zijn altijd heel erg blij als jullie die invullen, want we gebruiken dat als input voor de volgende webinars. Het volgende webinar staat gepland op 11 oktober. En dan zullen we, dat zal besteed worden aan de preventie van VGV. En dan gaan we het hebben over de rollen die verschillende partijen daarin hebben. Dus dan stippen we ook een aantal thema's aan die ik nu in de chat ook nog op het eind voorbij zag komen. Dus welke rol heeft de JGZ? Welke rol heeft Veilig Thuis? Welke rol hebben sleutelpersonen? 11 oktober dus. Annemarie, dank je wel voor je heldere verhaal en je mooie presentatie. En graag tot 11 oktober voor alle andere mensen. Fijne dag nog.